nu dan! Laat nu dan! Nee! Ik ben hier om 10 uur! Ah, ga weg man, joh! Here we go! Ja jongens, welkom bij deze video. Unieke video. Waarom? Het is vandaag penalty shootout. Glory Kickboxers samen met influencers van Creators of C. Ga nu naar boven. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken. Tot zometeen. En dan roepen we de influencers naar voren. Die pakken een balletje. Daar staat in 1 tot en met 10. Dus dan word je geplaatst aan de eerste vechter die er staat. Of aan de laatste vechter. We spelen voor de Glory Penalty Kampioen Cup. Na het penalty toernooi gaan we ook nog een latjetrap toernooi doen. En dan weer de mooie zilveren penalty shootout cup of latjetrap cup. Hé, maar dat is gokken, vriend. Doe ik niet meer. Ja, weet ik. Kijk eens hier. Vecht nummer 1. Ik was sowieso acht zo vet. Ik hoop dat je straks ook nog steeds lacht, ja? Yes. 10. Oh. Wie is 10? Kom maar. Oké. Ongeslagen. Marihuana. Marihuana. Vanaf nu noem ik jou marihuana, vriend. Kijk niet, jongen. Hier is die jongen marihuana. 4. Oh! Praat nu dan! Praat nu dan! Voor de winst, 8. Let's go! Let's go! Hey. We gaan winnen, man! 7. Wanneer zijn? Is het 7? Hey! Lekker, ja? Hey! Voor degene die mij krijgt, het spijt me nu al. Ze zit op hockey, voor de duidelijkheid. 5. Oké. Hoi, 3. Let's get it. Oké. Nummer 2. Ja, dan de laatste, toch? Duo. Always duo. Ja, 20 schijfvechten, maar we gaan eerst penalties nemen zometeen. Appie, ja met Appie. Dat is niet verkeerd, hoor. Zeker niet. Ik heb er zin in. Die gozer is super technisch. Kan de gekste trucjes. Ik heb er vertrouwen in dat we gaan winnen. Eerst even, de 20ste. Wat kunnen we verwachten? Jullie kunnen een knockout verwachten. Oh! Ja, 100%. Ik kom gelijk boos. Vorige keer heb ik een belofte gedaan. Volgende keer als ik op Glory sta, gaat die knockout. Ik kom op beloftes graag na. Ik ben een man van mijn woord, dus we gaan het laten lukken. En daar kunnen ze bij zijn. Topsportcentrum Rotterdam, naast de Kuip. Kaartje kopen en dan ga je een knockout zien, toch? Met de kortingscode SNOW krijg je 10% korting. Knockout, maar we gaan eerst even penalty's nemen. Let's get it. Ga je die ook winnen? Tuurlijk, bro. Hey. Marlon, daar is die jongens. Even applaus voor Marlon. Marlon! Marlon ging een tijdje geleden viral met 15 miljoen views. Waarom? Hij zat in de dugout als wissel. Wilde een bal vangen, maar vergat dat er een dakje zat. En dan let op de dugout. Een bijzondere kopbal. Het is blijkbaar even wennen, weer voetballen. Marlon dacht natuurlijk dat hij met gewone keepershandschoenen mocht keepen vandaag. Maar nee, want wij hebben natuurlijk bokshandschoenen. Alsjeblieft. Twee penalties per spelen. Bij gelijke stand is elke keer eentje erbij. En dan onderling even bepalen wie die neemt. Totdat we winnaar hebben. De eerste, Team Typhoon en Team BOP. En we willen uiteraard vooraf. Vooraf een stare down. Oké, okay, let's go. We zijn een vechter. Yes! Normaal is dit mijn taak missen, ja? Jullie zijn door naar de volgende ronde, applaus. Oh, wacht even, dus we zijn er nu uit. Ja, man. Ben een casino. Het is half. Nee! Ik ben hier om 10 uur! Ah, ga weg man joh, ik heb één keer geschoten! Net om 10 uur! Dat is ook van jou vriend. Hebben jullie allebei twee keer geschoten? Oh, we moeten twee keer schieten! Hé, hey, Bab! Oh, is een grapje! Oh. Michael! Nou, hé! Hij was wel goed! Hij blijft op! Yes! Lekker broer, lekker. Dus hij moet ze missen man. Okay. Ja jongens, feesten. Ja, dank. Wauw, is het een ster? Tegen wie moet ik een ster aan doen? Tegen wie moet ik een ster aan doen? Hey, Leefje, kom eens. Tegen wie moet ik een ster aan doen? Oh ja. Yeah. Leefje! Zijn we nu ook naar huis? Hé, hey, Glenn, kan ik meer rijden? Voor de statistieken. Ja, anders is hij voor één penalty gekomen.
Oh! Stiekem, we zijn al door, Kijk als je wakker was. Goed. What happened? Sorry. Go! Go! Yes! That was lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Yes! Dus het allebei één penalty, allebei de partijen zelf even bepalen wie. Yes! Nu voel ik die druk. Boe, 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 boe. Succes. Ik weet waar je woont, hè? Ja, gelijk op eerste. Die Rabona. Zonde. Jammer. Jij kan hem ook gewoon clean in het hoekje leggen, maar nee, uiteindelijk gaat het om de content. Ik vind, dan ben je een soort van player of the day toch? Als hij erin gaat, ja dan... Dan is het klaar. Dan is iedereen ook... Dan is gewoon stil. Maar als hij mist, ja dan... dan is het jammer. Ik links. Midden. Nee, links. Panenka. Links, oké. Ja, is goed. Een Panenka links, hè? Ja. En rechts. Laten we maar beginnen. Ik kan het tegen mij wel zeggen. Heb je een favoriete hoek? Rechts. Oké. Let op, rechts. Rechts. Houden. Check, check. Rechts. Hij schiet zo vaas. Hij schiet rechts en dan schiet hem links. Hij weet... Oh, hij weet niet wat links en rechts is. Bijna. Zin in? Zin in, ja. Zeker. Zin in? Zeker wel. Zeker. Luister je niet naar je man. Balletje in de kruising, zag ik. In de kruising, ja. Twee keer of zo. En toen? En toen hield de keeper hem tegen, maar de eerste was heel mooi. Ja, die zag ik. Die ging echt de kruising. Ja, oh, is dat de kruising? Ja, weet ik veel wat de kruising ja, is. Zo, en als Leer je dat op je cv zet als profvoetballer, dan wil elk team je hebben. Wie wilt mij? Juliana, voetbalpro. AC Milan, Paris Saint-Germain, zeg het maar. Ja, kom maar door. Real Madrid, Barcelona. Allemaal, mag allemaal. Overal. We gaan finale spelen, penalties. Ja, ik ben benieuwd. Maar diep van binnen weet ik wel dat ik ga winnen. Is het dat zelfvertrouwen? Ja, is het zelfvertrouwen die ik sowieso moet uitstralen. Beetje mentale spelletje ook met je spelen. Denk dat je gaat winnen. Ik ben ook nu even journalist, hè? Dus ik ben neutraal. Oké, okay, je bleef naar... Ja, want als ik nu zeg ik ga winnen en ik verlies, nee. Maar even een mooi bruggetje. De 20ste. Topsportcentrum Rotterdam, hè? Topsportcentrum Rotterdam, de 20ste. Ik ga weer sowieso... Weer winnen. Ik ga sowieso weer een mooie showtje geven. Weer winnen. En ja, man. Wordt gewoon een knalavond, knaldag. Dus wees erbij gewoon. Kan gewoon bij zijn. Kaartjes checken, site van Glory en het linkje onder deze video. Moet je bij zijn, toch? 100%. Don't miss it out. Volgens mij, we moeten. Finale. Later. Ik doe Ronaldo, ja? Ja, dat is goed. Doen. Zal ik Messi doen? Succes. Hey, Pope, hij zegt dat je smoken. Ijskoud. Ijskoud. Lekker. Oh shit! Hij doet zelfs! Hij doet belaaien! Wat is er? Die trofee gaat met ons mee. Naar huis! In mijn
is nog niet klaar. Finale is vijf. Finale is vijf. Nog niet klaar. Komt goed, komt goed. Kan gebeuren toch? Is nog niet klaar. Is nog niet klaar. Oh! Let's go! Jongen! Miss is, ja. Is klaar, hè? Mike, no pressure, Mike. Welke druk! Nu staat die druk erop. Nu staat die druk erop. Kijk. Dit vindt hij niet leuk, hè? Kijk hier het gezicht. Kijk. Ja. Nu zit hij zo. Ik kan hem nemen, toch? Wacht. Nee. Nu is het om, hè? Nu is het om. Ja, je hebt hem net genomen. Ja. Dus? Maar is dat verlenging? Hey, kom op maar, Roy. Oh, yes! Oh, lekker pik. Keeper. Ik moet zweten. Het is nog niet afgelopen. Waarom niet? Jullie hebben gemist. Nee, hij moet nog. Nee. Het is daarna een shootout. Je staat er nu één voor. Ja. Maar die is gelijkmakende beurt. Het zijn. Dat is toch bij de... Dat is altijd. Dat is echt mitsfixing. Nee, dat is echt zo. Let's go! Let's go! Roy kan niet met deze druk. Dus, net had het al warm, maar nu heeft hij het heet. Heet. Ik weet zeker, Roy gaat deze rechte kruising. Hè? Ja, en dan wordt dit zo'n viral TikTok. Ja, sowieso beter. Ja, let goed op. Hè. Links, rechts, links. 100% scoren nog, hè, jongens. Niks gemist. Ik zeg je eerlijk, het komt door hem, man. Goed. Hij mag niet missen, jongens. Hij mag niet missen. Miss is klaar. Kijk uit. Kijk, maar je ziet al aan het aanlopen. Oh, shit! Jongens! Lekker boys! Krijgen we die Glory Grand Prix prijzengeld ook? Waar is mijn prijzengeld? Kan gebeuren, man. Weet je, volgende keer hebben we hem gewoon. Het zijn gewoon een paar fouten die moeten worden verbeterd. Niet te veel praten. Eigenlijk wel genoeg praten, maar toch kleine dingetjes die moeten worden veranderd. En dan pakken we hem gewoon volgende keer, man. Want kijk, het lag niet aan Michael, hè? Zet de camera op hem. Het lag niet aan hem, hè? Dat was hij, deze man. Deze man heeft goed gespeeld. Deze man? Ik door de druk, ik was middelmatig, maar we zijn een team, weet je, dus we hebben het samen gedaan. Winning team, gefeliciteerd! We hebben dit met z'n drietjes gedaan, ik vanaf de zijlijn hoor, ik was niet direct in beeld. Heel veel mooie doelpunten gescoord, topscorer. Ja, gewoon mentaal, hè, gewonnen. Je ziet de tegenstanders in de finale onder druk, kunnen er niet mee omgaan. Ja, hier ook, dit team. Oké, nou, niet anders. Groot applaus voor jullie, gefeliciteerd. Ja, ja, net even het balletje getrapt, maar de 20e gaat gebeuren. 20e gaat het gebeuren, man. Ik heb er zin in. 20 juli, Topsportcentrum Rotterdam. Ja, man, mijn welterweight debuut. We gaan gewicht omhoog. Yes. We gaan zwaarder vechten, dus ik heb er zin in. Voor mij is het niet moeilijk om wat zwaarder te worden, helaas. Maar hoe doe je dat? Sowieso dieetaanpassingen, krachttraining aanpassingen en een goed team om je heen hebben die je daarin begeleidt. Wat is voor de kijkers, hè? Wat is dan het verschil in kilo's een beetje? Ik vecht normaal op 70 kilo. Daar ben ik zesvoudig wereldkampioen en ik ga nu 7 kilo omhoog, 77 kilo. 10%? Dat vind ik best wel... We gaan wel een flink stuk omhoog inderdaad, ja. Dat is zeg maar de eerstvolgende gewichtsklasse na de 70, dus vandaar... En die ga je gewoon pakken? Zeker, 100%. Ik doe alles met overtuiging en ook dit gaan we met overtuiging doen, dus... Succes, man. Dankjewel. CrossFit Challenge staat ook een beker voor. Het is gewoon individueel. Raken ben je door, missen ben je af. Dan gaan we nu starten. Gelijk achter elkaar door. En hard. Nee, man. Laat me gewoon van ver af, man. Oké. Doet wat hij wil, hè. Oeh, lekker hoor. Ik ga voor alleen maar dit soort dingen doen. Ik ga nooit meer in het veld spelen, denk ik. Nog niet. Ja. Die bal was zacht. Die bal was zacht. Hij gaat wat doen. Ik weet het toch? Ja, ik weet het moet. Lekker! Oh. Oh. Het scheelt niks, hè?
Shahid en Joris hebben hem geraakt. Ik ben nu de laatste van deze serie. En dan is de finale met mij of zonder mij. Finale! Wij drie in finale, jongens. Vamos! Ik ben in één keer zenuwachtig, man. Ik had het niet nog verwacht nog. Ja! Zeg nog niks, hè? Missen, gewoon missen. Ja! Ja! Hij wint gewoon weer een beker deze gast. Hij wint weer een beker deze man. Vamos, eerlijk verdiend. Wat is het? Penalty, kampioen. Vamos! Kijk wel die er allemaal waren. Ah. Weer de grootverdieners, ja. Hè? Ja. Nee, maar wat ik fijn vind. Dat zijn bij creators. Creators hebben we nog. Ga je voetballers tegen kickboxers. Hebben we nog gepakt. Ja, snap je? Want jij staat voor kickboxers. Ja. Dat is een beetje raar, toch? Ja. Nee, we hebben laten zien dat wij gewoon de ballies zijn gewoon. De ballies, Like, abonneer, delen. We hebben vandaag de penalty gedaan en de lat. Glory, dankjewel. Creators, Roy, dankjewel. Akamist, Glenn Helder, Appie, Marwan. Iedereen bedankt. En hop naar de halve finale. Hup, Holland, hup. Dus ik hoor net dat dit na de halve finale komt. Dus op naar de finale. Hup, Holland, hup.